U heeft een bijzonder stuk gecombineerd, meneer Goorhuis. Het is een zeer bijzonder stuk. Het is ter nagedachtenis van Dennis Hopman. En zo'n opdracht heeft natuurlijk een enorme lading. Dus dat stuk staat toch bol van emoties die in muziek zijn omgezet. Waarbij ik wel concrete elementen ook heb gebruikt. Zoals bijvoorbeeld zijn naam omgezet in muzieknoten. Normaal als een mens overleden is, dan componeert men een requiem. Maar dit lijkt meer op een muzikale biografie. Het is toch een stuk waarin ik heb geprobeerd om de energie van zo'n jonge vent, een enthousiaste jongen, wat ik ook heb gelezen in alle teksten die ik heb gekregen, om dat weer te geven en ook zijn voorliefdes voor bepaald soort muziek, om die tot klinken te brengen. Door bijvoorbeeld een stukje van Romanèse erin te verwerken en dat soort elementen. 9 en 10 januari het weekend vindt de première plaats. Spannend ook voor u als componist? Blijft altijd spannend, eerste uitvoering. Muziek wordt toch door mensen gemaakt. Het is wat dat betreft toch een bijzonder soort kunst, net als dans, ballet. Het is toch iets waarbij iets mis kan gaan bijvoorbeeld. Waarbij heel hard gewerkt moet worden om alles gepolijst te krijgen, om alle radartjes in elkaar te laten lopen. En dat maakt het ook altijd heel spannend. Maar ik, met dit mooie orkest heb ik daar alle vertrouwen in. Het In Memoriam concert van Dennis Hopman vindt plaats op 10 januari om 3 uur bij de Oude Maria Roepaan. De toegang is €10, waarvan de helft, €5 dus, naar de Hartstichting gaat. Jullie zijn alle van harte welkom.